eigenlijk begin van een vlog. Ik ben net in de douche geweest en ik ga nu dus mijn haar wat presentabel maken. Ik droog mijn haar wel sinds een maand of twee of zo niet meer met de haardroger. En ik ga mijn gezicht wassen en zo en een make-up doen. Vandaag is de dag dat ik jullie ga vertellen dat mijn roze haar eigenlijk niet mijn haar is, maar dat dat een pruik is. Ik vind het mega spannend, want ik krijg mega veel leuke reacties en ook berichten op Messenger. En Andreas krijgt ook berichten van vrienden van hem van, is dit echt? Dus ik zal het zelfs wel allemaal laten zien. Ik ga me nu klaarmaken en dan kom ik terug bij jullie. Voilà, ik ben klaar. Ik moet zelfs nog mijn haar even kammen en drogen. Allee, laten drogen. Maar nu moest ik mijn kamer gaan opruimen. Yay! Hey, ik ben nu mijn kamer aan het opruimen. Er is wel best veel werk, want ik heb het heel lang uitgesteld om het op te ruimen, omdat ik er echt geen zin in had. Maar ik heb een nieuwe poster opgehangen, die was al eens van mijn muur gevangen, opgevallen. En ik wilde jullie graag laten zien. Ik vind hem echt mega mooi. En het past ook wel echt bij hoe ik me de laatste tijd misschien heb gevoeld. En het is van de winkel YouTube. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitspreken. Ja, mijn bordje van Bring Me The Horizon hangt ook scheef en mijn Harry Potter zak er ook. Dat moet ik zelfs nog fixen. Maar ik weet niet dat je die winkel hun naam moet uitspreken, want dat is een soort winkel. Die hebben ze ook in Antwerpen nu. Ik denk dat dat van een ander land is waarschijnlijk, dus ik zou niet weten hoe ik het moet uitspreken. Zet het in de comment als je het wel weet. Dan heb ik mijn rode trui van Fila ook gehaald, want daar zijn ook al vragen naar gekomen. Die hebben zo'n soort van krant altijd in hun winkel liggen en die poster zat daarin. En die poster is echt mega leuk. Ik heb ook wat kaarsjes aangestoken voor de gezelligheid. Ik heb er hier nog mega veel eigenlijk, moet ik dat ook opruimen. Maar ik zal jullie een soort van after geven als mijn kamer is opgeruimd. Mijn haar ziet er nog mega messy uit, gewoon omdat ik het nog niet heb gekamd. Want ik wacht liever met het te kammen tot het droog is. Maar nu ga ik verder opruimen, want mijn bureau ziet er nogal messy uit, I know. I like the way that her eyes shine in the sunlight. Even the moonlit glitter of a smile just as wide as the Grand Canyon. But I love her to Pluto and back. And even more so than I say, so never be afraid to ask. And we both got tragic pasts, but they won't ever be forever. Yet I'll stay here just for that and for as long as her. Voilà, mijn kamer is ongeveer opgeruimd. Eigenlijk is mijn kast nog een beetje rommelig, maar dat ga ik op een ander moment eens doen. Nu is mijn bureau toch al proper en kan ik daar al wel op leren als ik wil. Zo ziet mijn bureau er at the moment uit. Het ziet er eigenlijk nog een beetje onordelijk uit, maar dit verplaats ik zelfs wel allemaal. Mijn bed is ook zo goed als opgemaakt. Ik heb dit allemaal wat veranderd. Ik heb alles wat daar hing hier gehangen. En nog dingen die van Halsey en dat ik zelf had gemaakt vroeger. Ik ben er best tevreden mee en nu moet ik gaan leren. Waarschijnlijk ga ik vandaag niet naar de fitness gaan. Het was het plan van wel. Andreas is een beetje ziek en alleen heb ik ook geen zin om te gaan. Want mijn loopschoenen liggen dus nog in mijn locker. En ik zou eigenlijk graag lopen of zo. Maar daar heb ik dus echt wel mijn loopschoenen voor nodig. Dus ik denk dat ik vandaag niet ga gaan, maar dan maandag en of dinsdag wel. En dan neem ik jullie wel eens mee naar de fitness. Maar ja, ik moet wel een soort van foto gaan maken om te laten zien dat mijn wake prank een prank was. Want jullie weten dat nu nog niet op dit moment. Ik vind het echt heel erg, want ik ga echt mensen teleurstellen en al. En echt mezelf ook teleurstellen dat het niet waar is. Want ik zou het eigenlijk best wel graag hebben. Maar het is wel een soort van motivatie om het later wel echt te doen. Want ik was echt aan twijfel erover. Maar nu zoveel leuke reacties. En het zou echt wel iets voor mij zijn. Ik heb net aan Instagram bekendgemaakt dat mijn gekleurd haar fake was. Ik zal jullie even de post laten zien. Voilà, dit is de post die ik heb gepost. En ik heb er dus een tekstje bij gezet dat het fake is en zo van die dingen. En ik heb ook gezegd tegen mijn vrienden van check mijn nieuwe post. En het grappigste is mijn beste vriendinnen. Ik zeg even zo van check mijn nieuwe Insta post. En ze zijn echt in shock. En hier mijn andere groep aan mijn beste vrienden. Ik vond het echt heel grappig om te doen. Iedereen geloofde het. Er was één iemand die het door had, Annelies. En haar reactie heb ik ook echt meteen verwijderd. En ik heb haar ingelicht, van het is niet waar. Er is ook een meisje van mijn school dat roze haar heeft. En die stuurde mij zo'n bericht van oh my god, tell me I'm not the only pink girl in this town. En ik heb dus helemaal nog niet geantwoord op dat bericht. Gewoon omdat ik niet wist wat ik moest zeggen. Ik vind het heel grappig. En ik zal jullie updaten als er nog een schokkende reactie is gekomen. Ik krijg ook een snapshot van Rebecca. Bitch, ik hier mega excited gisteren de hele dag. Wie heeft ook al gestuurd van jij, bitch.
Het is echt heel grappig om iedereen hun reactie te zien. Dat meisje met roos haar, Emma, ook mega teleurgesteld. Van, oh, ik dacht er eigenlijk iemand was, ook bij roos haar. Jammer, maar helaas. Ben YouTube aan het kijken. Ik heb er net wel voor school gewerkt. Veel te weinig eigenlijk heb ik gedaan dit weekend. Ik heb nu echt de helft van een hoofdstuk gedaan voor wiskunde. Maar het komt wel in orde. Ik ga zelfs nog bewijzen studeren. Maar ik ben nu even naar YouTube aan het kijken. Ik denk dat ik mijn studeerdingen naar boven ga halen. Want ik was beneden aan het studeren daarnet. Maar het is best donker aan het worden buiten. En als ik beneden het licht aan doe, dan kan Mika daar zo onrustig van worden. Ik weet niet hoe dat komt. Dan zijn er zo van alle schaduwen en daar kan hij niet tegen. Dus ik ga nu mijn studiespullen naar boven brengen. En dan zal ik jullie eens laten zien wat ik allemaal moet leren. Yay. Echt mega sad gebeurt net. Gewoon chocomelk maken. Zo warme chocomelk. En de chocomelk is op. Ik was er echt van overtuigd dat we nog hadden. Maar mijn broer is verslaafd aan chocomelk. Dus die heeft alle chocomelk opgedronken. Dus nu is er geen chocomelk meer. Ik heb ondertussen wel mijn leerspullen naar boven gebracht. Voilà, here they are. Het is echt mega handig om een softbox te hebben als je zo 's avonds nog moet leren. Omdat zo van dat geel licht van je lamp. Dat is echt ambetant licht om in te leren, vind ik. Dat is heel donker en dan kun je je niet zo goed concentreren. Dus het helpt echt wel om een softbox aan te schaffen. Ook al is dat misschien een beetje duur voor gewoon te leren. Maar nu ga ik dus beginnen met mijn bewijzen van wiskunde allemaal op te schrijven. Dat gaan er echt veel zijn. Dus dat ga ik nu allemaal doen. Dus ik zie jullie zelfs. Jullie willen niet weten hoe moe ik ben. Oh ja, ik heb echt zin om te gaan slapen. Het is nu iets van 20 na 8. En ik ben ontzettend moe, dus ik ga me al wat klaarmaken, denk ik. Om te gaan slapen. Het is echt mega vroeg. Normaal ga ik nooit zo vroeg slapen. Maar de laatste tijd ben ik gewoon echt ontzettend moe. Wat tabula rasa is vandaag. Mijn favoriete serie. Misschien kijk ik eerst nog naar tabula rasa. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje en te abonneren hier beneden als je mijn andere vlogs van deze maand niet wil missen. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Bye!